alweer vrijdag 13. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Oh jee, dan ga je niet bijgelovig zijn. Ja, pas maar op voor Allah. En mijn oortjes zijn weer goed. Ja, allebei zijn ze uitgespoten. Ja, hallo lieve vrienden. Een hele goede middag vandaag. Ja, het is vandaag alweer vrijdag 13. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Oh jee, degene die bijgelovig zijn. Ja, pas maar op voor Allah dat je daar niet onderdoor loopt. Kijk maar uit voor een zwarte kat vanavond in het donker. Noem maar op. Ik ben niet bijgelovig, dus het boeit mij niet. Maar het is vandaag ook nog eens een keer precies 1 uur, dus 13 uur. Ik ga nog met de hondjes uit. Dan moet ik alles wel goed zeggen. En Astrid die komt weer. Jullie weten dat ik al met de kerstversiering ben begonnen. Mijn kerststal die staat er al, maar dat ga ik nu later pas laten zien vandaag. Want ik heb het nog druk. Ik moet de honden uitlaten. Nou, dan komt Astrid. Dan ga ik ook in die tussentijd verder met de kerstversiering. En ik moet vanmiddag om 15:40 weer richting de huisarts. Maar ik hoef niet de huisarts te hebben. Nee, gewoon de assistenten. Want ik ben half doof. Ja. Eerst begon die oor. Ik met wat de staafje. Toen brak die open. Nou zit die oor dicht. En die krijg ik niet gedaan. Nou. Daarom hoor ik alles heel schel. Daar hoor ik niks. Nou ja. Moet je maar weer heen klooien. Ja, voordat het weekend is. Ik denk, ik moet er wel weer afwezen, weet je. Straks begint hij ook nog te steken. Daar zit ik niet op te wachten. Nee. Dus ja, een beetje in de lappenmand. Maar ik heb geen koorts. Ik ga gewoon door. Dus ja, een klein beetje lappenmandje-achtig. Ja, ik ga niet lekker voelen. Niet in orde voelen. Maar ik heb me getemperatuurd. En ik, ja, eerder te laag dan te hoog. 35 nog wat, dat is in principe te laag, maar ik heb nooit geen koorts, dus ik lach erom, ja, echt. Nou ja, en Rijka die zit als gewoonlijk daar. Daar staat ook al een geval van kerst. En Elwing die ligt daar. En ik heb mijn rollator al klaarstaan, want die hek tegel, ik heb wat uitgevonden. Ja, ik denk, hé, zo dagelijks hoeven we ook niet te boren. Want als ik de rollator in elkaar klap en ik zet hem in de gang en toen met Ewin nog, ging ik ze graag op het plankje leggen. Toen is hij een keer omgeklapt, nou je schrikt je eigenlijk weet niet wat midden in de nacht. Dus ik denk, ik koop een halve spin en dan gaten boren, haken erin, maar dat is allemaal niet nodig. Nee, ik zet hem onder de jassen tegen de radiator aan en ik doe de haken aan de ophangbeugels van die radiator. Voilà, klaar. Valt hij ook niet om. Nee, ideaal. Nou, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet van jullie dag en nogmaals welkom bij een nieuwe vlog, want dat vergeet ik natuurlijk weer, zoals normaal. Welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we spreken elkaar later gewoon weer. Ja toch. En geniet van jullie dag. Het is hier grijs, grauw en triest. Er is hier echt niks aan. Terwijl vanochtend de zon scheen. Maar je zou nou zeggen, nou er komt sneeuw aan. Zo'n lucht is het. Nou laat dat maar wegblijven toch. Ja. Maar in ieder geval, ik laat het jullie vanmiddag nog zien. Ik ga eerst even die hondjes uitlaten. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, ik zet me maar even in de keuken neer, want het wordt al aardig donker alweer. En we leven nog steeds wel op vrijdag de 13e. Astrid is geweest, ik ben alweer naar de dokter geweest, ik ben al 2 keer met de honden uit geweest. Ik ben met de kerstspullen bezig, ja, dus ik heb het weer druk als een klein bazinnetje. Kan ik ook niks aan doen. En we leven om hoe laat? 16:41. Maar dat komt ook omdat buiten de duur zo grauw en grijs is. Er is echt niks aan. Nee, wacht.
is koud. Ja, vooral in de booster was het koud. Maar we krijgen betere temperaturen weer. Lijkt wel of we in de lente zitten qua temperatuur dan. Want het wordt 17 graden. Nou ja, dat op 1 november, halverwege november, zo wat. Ben we niet gewend? Nee, wat blijft de vorst? Ja. Het is dan al een strenge winter om binnen te moeten blijven van Den Haag daar, dat zootje. Maar er moet ook het weer ernaar zijn om binnen te blijven. Ja toch? Ja, maar dat is het niet. Het is lekker weer om naar buiten toe te gaan. Ja. Maar, oké, ik kan helaas ook niet te veel lang buiten zijn, laat ik zo zeggen. Ik kan wel naar buiten, maar ik kan maar helaas een klein blokje lopen, omdat ik met mijn blaasontsteking zit. Ik moet omlaag op naar de wc. Maar mijn oortjes zijn weer goed. Ja, allebei zijn ze uitgespoten. Ja. Warm water. En voilà, uitgespoten, allebei. Deed wel even zeer, maar even door de zure appel heen bijten en je hoort van alles weer. Ja toch? Ja. Ik heb een lekker bakje koffie, want ik ben ook nog niet zo lang thuis. Daar ga ik lekker even van genieten. Dan ga ik verder met mijn kerstspullen. En of het nou donker is of niet donker, dat maakt me niks uit. Ik ga gewoon verder, ja. Zolang ik nog niet hoef te eten en de hondjes ook nog niet, dan ga ik lekker gewoon mijn gang. En ik geniet er gewoon van. Ja, moet kunnen. Dus lieve vrienden, ja, het is een korte vlog van twee filmpjes maar weer. Maar dat maakt het allemaal uit. Ik bedoel, ik laat het toch zien en ik probeer leuke dingen te maken en te doen. En ja, het is nou weer bar donker. Maar als het eenmaal gezellig is, hè, dan laat ik... Nou ja, ik kan wel... Ja, ik weet niet of jullie dat zien, maar... We proberen het gewoon. Moet ik even deze AB hebben. Kijk, en dan brandt dat. En nou weer uit. En nou weer aan. Ja, is te zien. Het zijn twee engeltjes en dan die kerststak die ik daar altijd heb hangen. Dat is, doet het allemaal weer. Ja, daar moet ik de stekker ervoor in doen. Moet ik er naartoe rijden. Maar dat wil ik ook nog veranderen. Dat ik het ook met een AB kan doen. Dus, maar dat komt nog wel, die gaat weer uit, want ik doe wat anders aan. Want ik vind het nog niet nodig dat dat al aangaat. Ik wil dan eerst helemaal klaar hebben. Wat wel straks aangaat, dat is de tak die op mijn kast ligt. Daarboven hangt een krans. Die gaat aan. En op de televisie staat nou niet het lampje, maar een kerstboompje. Dat gaat ook aan, anders heb ik geen licht. Nee. Moet wel aan. Ja, ik zal het nog eventjes voor jullie doen, maar dan moet ik eerst mijn stok weer zien te vinden. Ik weet nooit niet waar ik mijn stok laat. Ook zoiets leuks. Oh, die staat hier. Dan gaan we even die stekker daarin frutselen. Hé, dames? Ja, hé. Jo. In en la. Gaat wat. Hij doet het. Alles brandt. Ja, ik zie het zelf. Nou, dan brandt dat dus. Nou, toppie toch? Heb ik. Oh, ik hoor miauw. Ik hoor miauw. Achter de deur. Miauw, durf je wel? Vrouwtje gaat op werk hoor. Miauw. En dan gaat de telefoon, dus ik kan niet aan het werk. Moet afsluiten. Nou, lieve vrienden, tot later!